Na een dienstverband van bijkans 30 jaar heeft ATV vandaag op een heel plezierige manier afscheid genomen van Guno Coman. In de grote studio van ATV was een surprise party voor Coman in elkaar gezet. Het is een ware hulde geworden aan de ATV-manager die 3 decennia lang de scepter heeft gezwaaid bij het televisiestation. In zijn afscheidsspeech benadrukte de scheidende Coman dat het succes er mag zijn, maar dat het de kunst is om het ook te blijven behouden. Denk niet dat we er al zijn en blijven jullie je daarom inspannen om het beste ervan te maken. Zo richtte Coman zich tot de aanwezigen. Ik ben blij en dankbaar, vooral na gehoord te hebben wat jullie allemaal over me krijgen, over mijn periode hier. Ik heb geprobeerd, vanaf ik in deze weg gekomen, in 1991, met meer dan volle inzet. Toen was het echt meer dan 12 uur per dag. Met de geven voor het station, zodat het station echt bovenaan de ladder kon staan van alle stations in Suriname. Coman begon zijn carrière in de media in 1976 bij Radio Paramaribo. Vervolgens maakte hij programma's voor de Nationale Voorlichtingsdienst via de STVS. Op 15 augustus 1991 trad hij in dienst als stafmedewerker bij Telesur ATV. Op 1 februari 1997 is hij benoemd tot manager van ATV, welke functie hij met een onderbreking van een paar jaar tot vandaag heeft vervuld. Coman wordt opgevolgd door Romano Doulat, die voordien manager Business Innovation was. Ik heb het genoegen gehad, althans om 25 juli om exact te zijn, want gisteren las ik die datum nog. Mocht ik samen met je werken. Het ging om een samenwerking tussen Business Innovation en ATV. En ik heb vanaf die periode, hebben we een heleboel gesproken. Je hebt me het vertrouwen gegeven, maar ook de ruimte om hier dit team ook te ondersteunen. En als ik dus kijk naar onze gesprekken en de samenwerking, is het me bijgebleven dat er zeker wat kernwaarden zijn. Zoals dat we open en eerlijk zijn geweest naar elkaar. Maar ook dat je altijd hebt geluisterd. Luisteren wil niet zeggen dat hij je gelijk geeft. Maar ook als we discussies hadden, merkte je weer dat alles werd afgesloten met een glimlach. En dat neem ik zeker mee. De waarnemend manager van ATV, Romano Doulat, samen met de directie en staf van Telesur en het personeel van ATV, heeft hij Guno Coman vandaag uitgezwaaid. Coman is vandaag officieel met pensioen gegaan.